Hallo. Hallo. Daar is hij weer. Ah. Lekker een beetje slaperig van de narcose. Zo. Ik was doodziek in het ziekenhuis en toen dacht ik, als ik dit overleef en ik kom hier een beetje fatsoenlijk uit, dan ga ik dit verhaal wel vertellen. Kijk, 1 op de 3 Nederlanders kreeg direct of indirect te maken met kanker. En ook darmkanker is een snel groeiende ziekte. Dus ik dacht, als ik mijn steentje kan bijdragen om mensen eerder erop te kunnen wijzen, heel graag. Is het Opburg of Inhurk? Maar wat is hier seksistisch aan? Nou, dat hij jou probeert te versieren. Ja, dat hij mij zet uit gat gedacht. Nou, ik heb je nummer gekregen, stond op internet. Gijs. Veilig Gijs. De wereld in de middag. De eerste keer dat ik het ging wantrouwen was in de zomer, een half jaar voor de diagnose. Toen had ik 's nachts ineens bloed op de wc. Wat het was, ik had geen idee. Ja, want ik ben geen dokter. En, ik ben gaan googlen en daar kwam ik op aanbijen. Dank u wel. Het is niet de eerste keer, toch? Nee. Ja, daar is hij. Goedemorgen. Spannend, drukke dag, hè? Het is, nou ja, vandaag endoscopie en CT-scan. En dan gaan we daarna even rustig zitten om alles te bespreken en plannen te maken voor de toekomst. Oké. Okay. Nou, deze procedure ken je al, hè? Ja. Dat is mijn favoriete. Wil je meekijken weer? Nee, doe maar niet. Nee? Nee. Oké. Ik wilde het thuis niet delen. Dat vind ik, ja, ik vond het gewoon geen... geef de naam, maar niet sexy. dus ik ben met Edme. Edme is een van de beste vriendinnen van Olje. En zij is maag-darm-leverarts. En ik heb het haar gewoon voorgelegd van... Ja, ik heb bloed en wat zou dat kunnen zijn? En eerlijkheidshalve gebied mij te zeggen dat ik ook gelijk invulde. Aanbij, toch? Oldi vond het toch gek dat ik jou belde. Ja. En niet haar. En niet, ja, dat ik het kwam er niet uit van, ja, iets achter mijn rug. Maar toch iets, ja, het voelt aan alle kanten ongemakkelijk. Ja, het haar vertellen. Ja. Maar ook het voor haar achterhouden, begrijp je? Ja, dat snap ik. Maar even, hè, poep is niet sexy. Dat heb ik ook tegen haar gezegd. Dus ik snap wel dat je als vriend niet gaat zeggen, mijn poep ziet er vandaag zo raar uit. Of ik poep bloed. Dat begrijp ik wel. Wist jij het, dat het mis was? Toen jij mij belde, belde jij met van... Hey Ed, ik heb volgens mij een aanbij en ik heb Ja, bloed. Omdat ik het ook niet wilde weten. Oké, okay. Want ik heb jou toen nog even 2 weken de tijd gegeven met zetpillen, weet je Maar wat? Geloofde je me toen al? Nee, ik vond jou... Nee, ik geloofde je helemaal niet. Oh, maar jij zat met je hakken in het zand. En ik dacht, nou prima, jij krijgt van mij 2 weken krijg jij een zetpil om te zorgen dat die aanbijner binnentrekt. En in die 2 weken ga ik jou bewerken voor een dikke darmonderzoek. Want je was echt super eigenwijs. Ja, je was onwijs eigenwijs. Maar ik snap het ook wel, want wie heeft er zin in een camera in zijn achterwerk? Hè? En dat is niet vervelend bedoeld, maar het is een hele natuurlijke reactie dat jij geen zin hebt in een dikke darmonderzoek. En toen zei ik, nou, ik geef je nog 2 weken...
En dan ga je naar het ziekenhuis. Want het was weer weg, het was een keertje terug geweest. En toen kwam de top 2000 en dat is bij ons het drukste moment van het jaar. Maar ja, heel eerlijk, ik had wel het gevoel dat het niet helemaal lekker was. Ik weet nog heel goed dat hij zei van ja, ik wil gewoon dingen uitsluiten. Dat kwam uit het niets, maar ja, Ruud is best wel een beetje een wervelwind, weet je. Ik bedoel, sommige dingen kan hij heel groot maken terwijl er niks aan de hand is. En als er dus wel iets aan de hand is, dan wordt hij blijkbaar bang. Dus hij vertelde mij een beetje tussen neus en lippen door dat hij had besproken met Edmee dat het goed zou zijn voor hem om een onderzoek te laten doen. En toen zei ik, ja, wat voor onderzoek dan? Ja, een scopie. Want ja, zij is toch een beetje bang dat er iets in mijn darmen niet werkt. En nou ja, die periode daarvoor had ik met Ruud best wel veel gesprekken over. Dat hij last had van zijn ogen, last had van zijn rug en zijn knie. En gek genoeg denk je, oh ja, dan zet je dat of zo in een lijstje bij al die dingen. Omdat hij natuurlijk hypochondere is, neem je dat niet direct. Bij mij ging niet direct alarmbellen af of zo. Ik had niet meteen zoiets van, oh, daar is iets aan de hand. Maar waarom heeft het eigenlijk zo lang geduurd voordat je echt een onderzoek aangevraagd hebt bij de arts? Ja, omdat ik dat bloed in ontlasting heb ik nooit begrepen. Ik heb nooit begrepen hoe dat eruit moet zien. Ik heb het al veel vaker gezien, al tijden ervoor. Alleen ik dacht, oh, dat zijn sporen van aanbijen. Of dat is. En een soort. Ik ben wel altijd een enorme hypochonder geweest. Dus ik dacht, ja. Je hebt twee soorten hypochonders, hè? Eentje die de deur plat loopt bij de dokter en eentje die het nooit doet. Ik ben van de laatste, zoals je weet. En is dat nu veranderd? Zou je nu wel snel aan de bel trekken? Ja, dat weet je toch. Ik bedoel, als ik nu ergens zorgen over maak, dan ga ik niet meer zelf dokteren. Doe je nou twee handschoenen aan omdat ik het ben? Nee. Ga je nog ietsjes platter? Ja. Ja. En dan mag je je knieën goed optrekken. Helemaal goed. Dan doe ik je benen onder even. Ja, helemaal zo. Goed. Ja, netjes. Nou, jij wilt niet zien, maar nee. Ik wel. Okay. Dus ik doe hem even goed zo. Ja. Oké, hier komt de slang, hoor je schrikken. We zien nu de binnenkant van de darm. De darm ziet er mooi schoon uit. Ik ben naar de huisarts gegaan. Edmee had mij gezegd, dit en dit en dit ga je zeggen. Maar je gaat niks achterhouden. Je gaat het niet bagatelliseren, je gaat het niet klein maken, hoe dan ook. Dit ga je zeggen, dat moet je me beloven. Dat heb ik gedaan. En toen werd ik gelijk doorgestuurd voor dyscopie. We zaten op de bank één dag voordat je naar het OVG moest. En je probeerde mij gewoon te overtuigen om die afspraak af te zeggen. Weet je nog? Dat je zei, ja, maar ik heb al twee maanden geen bloed gehad en ik voel me helemaal prima. En je moest natuurlijk met die zakjes leeglopen en dat vond je de hel. En dan mocht je geen wijntje drinken. En je probeerde echt gewoon onder die afspraak uit te komen. Omdat je zo bang was voor die scopie. Weet je dat nog? Ja. Maar ik wist ook zeker dat er wat was. Dat er iets zat. Ik was best wel op hem aan het inpraten. Van, hé, je gaat gewoon die scopie doen. En dan morgenmiddag gaan we gezellig na die scopie gaan lunchen. Want dan mag je weer eten. En wat wil je dan lunchen? Weet je, om van die stommige dingen om hem een beetje doorheen te loodsen. Een scopie is een onderzoek, darmonderzoek van ongeveer 20, 30 minuten. En je kunt het met of zonder roesje doen. En dan wordt er gekeken of er polypen zitten of andere dingen. Maar normaal gesproken, als er niks zit, is het daarmee gedaan. Heel makkelijk onderzoek.
En toen we binnenkwamen, moest hij inchecken. En toen had hij echt al een soort van trillende stem. Dus ik voelde heel erg die zenuwen bij hem. En we hadden afgesproken dat ik mee zou gaan de scopiekamer in... om hem ook een beetje te steunen, omdat ik wist dat hij heel zenuwachtig was. En toen we incheckten, toen zeiden ze al meteen... ja, sorry, er mag niemand mee, want door corona is dat gewoon helaas niet mogelijk. Dus we nemen je alleen mee. En er was een hele lieve verpleegkundige die... ja, die zei van, dat komt wel goed en ik help je er wel doorheen. En maak je niet druk, er is vast niks aan de hand. Weet je, het is ook standaard dat we dit doen, dit onderzoek. Dus dat waren eigenlijk een beetje de laatste woorden... voordat hij uit mijn zicht verdween en die ruimte in. Van die scopie weet ik nog alles. Want ja, ze beginnen bovenaan en de weg terug. Dus dan hoor je, nou prima. Nou, er kwam een poliepje tegen, nog eentje, twee kleintjes. Die worden dan eruit gehaald en... uiteindelijk, onder bleef het heel lang stil en toen hoorde ik allemaal termen... die ik niet helemaal meer kan thuisbrengen. Ja, toen dacht ik, dit is niet goed. Dit is, en toen vroeg ik ook nog, is het oké? Okay? Nou, dat hoor je zo meteen. Toen dacht ik, nou, had je ook net zo goed kunnen zeggen, nee. Ja, dan in één keer van dingen uitsluiten... is een grote overgang naar, je hebt kanker. Twee uur later of zo, toen dacht ik van, nou, dit duurt wel heel lang. Dus ging ik het checken bij de receptionist en zei ze van, ja, nou, het gebeurt wel vaker dat het langer duurt. Maar ergens bekroop me toen wel het gevoel van, hey, dit zal niet zomaar zo lang duren. Er is vast wel iets aan de hand. Maar ik dacht niet aan kanker. Ik dacht, ja, er zullen wel, weet je wel, dingen in zijn darmen zijn die ze aan het verwijderen zijn of zo. Of poliepen, weet je wel, van die dingen die ik dan had gegoogeld... waarvan ik dacht, ja, dat zal het vast wel zijn. Dus je stelt jezelf ook wel meteen gerust dat er niks aan de hand is. Ja, er flitsen van allerlei dingen door je hoofd. Hoe ver is het? Heb ik nog lang? Mijn kinderen? Ik was alleen, want corona. Olje zat verderop. Dat vond ik heel lastig. En je moet weten dat... ik kreeg ineens zo'n heel raar voorgevoel van... zo meteen ben ik in één keer weg. Het was ook niet zo, nou ja, misschien valt het mee... of het was gewoon bam, kanker en dat was het. Dus ja, ik wist ook niet helemaal wat ik kon verwachten. En toen keek ik op en toen liep Ruud door de klapdeuren heen... waar van die klapdeurtjes kwam hij doorheen. En... compleet in paniek en huilend. En toen dacht ik van, ja, shit. En het drong niet meteen tot mij door. Want hij zei tegen me, ja, het is niet goed. Ik ga het echt niet redden. En toen dacht ik, wat bedoel je nou? Dus ik zei, wat is er dan? Hij zei, ik heb kanker. En dat was echt al heel heftig. Ja. Je weet wat ik zei tegen jou, hè? Ja, je was echt bang dat je niet zou gaan redden. Ja. Ja. Ik probeerde mezelf heel sterk te houden, maar uiteindelijk toen hij bloed moest laten afnemen... toen stortte ik echt helemaal in. Was ik echt heel verdrietig. Omdat ik dacht van, nee, dit gebeurt toch niet echt? Het was zo onwerkelijk. En ik voelde me ook zo slecht over het feit dat ik tegen hem had gezegd... dat er niks aan de hand was. Ik voelde me daar heel schuldig over. Ik vind het zo'n luguber woord ook. Wat je dan zo ijskoud krijgt. Gewoon bam. Kanker. 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 En dan mag je naar huis en dan weet je niks. Nee. Niks. Nee. Dat vind ik misschien nog wel het meest akelige. Akelige van het hele traject. Ja. Dat je aan de goden overgeleverd bent. Dat ben je ook. Althans, je krijgt iets te horen waardoor je leven opeens aan een zijde draadje hangt. Ja, dat. En je hebt er geen controle voor je gevoel meer over. Iemand geeft jou inderdaad het stempel kanker en jij loopt de deur uit en je denkt, wat nu? Mijn leven is voorbij. Ja. Ja. Dacht je dat ik dood ging? Nee, ik weet eigenlijk niet meer wat ik dacht. Ik was in paniek wel. En ik dacht wel van, shit, weet je,
wat als dit echt helemaal mis is? Wat dus ook zo bleek te zijn. En ik dacht alleen maar in een split second van, oh, ik wil gewoon mijn schoenen uittrekken en zo hard mogelijk uit het ziekenhuis wegrennen. Want ik was gewoon heel bang. Het plan was naar de diagnose dat ik geholpen zou worden. Dat ze hem, ik zal die termen besparen, maar dat ze hem eruit zouden scheppen. En dat doet een MDL-arts. Dat, dan zou ik met de schrik vrijkomen. Nou, dan krijg je zo'n ingreep. En dan word je wakker. En die arts was heel duidelijk. 50-50. Ik heb het en bloc, zei hij, nog eruit gehaald. Maar het moet wel schoon zijn. En daar moest ik vervolgens 2 weken op wachten. En toen hadden we op vrijdagmiddag, dat weet ik nog, vrijdagmiddag hadden we een videogesprek met elkaar. Ja, dat ging allemaal heel snel. Dus dan hoor je, ik heb slecht nieuws. Ja, dat was heel gek. Slecht nieuws. Je bent niet schoon. Het is niet een kwestie van dagen. Maar ik zou niet meer een half jaar wachten. Want als het terugkomt, dan komt het... ik weet niet meer, ik ga niet met cijfers goochelen, maar dan komt het heel hard terug. Dat voelde voor mij wel een beetje als een doodvonnis. Ja. Ik weet niet waarom, omdat hij ook zei van ja, ik kan het niet, je zal echt geopereerd moeten worden. Maar we weten ook niet, het is zo ver door je spierlagen heen uitgezaaid. We weten niet waar het allemaal nog meer zit. Nou ja, daarna kwam helemaal finishing touch. En je krijgt stoma, permanent stoma. En je inneldarm moet eruit. En toen stopte ik met luisteren. Niet omdat ik het niet meer wilde, maar gewoon, ik heb daarna niks opgenomen meer. Gelegenheid gebruik maken om en ik ga je misschien schrikken of misschien wel helemaal niet, maar ik vind het al lastig en probeer het toch maar. Een aantal maanden geleden kreeg ik de diagnose darmkanker en dat heb ik stil willen houden. Dat is me een tijdje gelukt ook, maar niet helemaal. Ik ben al een keer geholpen. En ze hebben al een ingreep gedaan. Ik ben er vroeg bij. Dat heb ik gehoord. Helaas is niet alles weg. Ze hebben nog een keer gekeken. En ik moet nog een keer geopereerd worden. En na die operatie moet ik een tijdje gaan revalideren. Een maand of 3. Ik ben gezegend met de allerbeste artsen. En ze zijn er eigenlijk supersnel bij. Maar ja, kanker blijft kanker. En blijft iets engs. Ik hoop naar die revalidatie weer terug te komen. Jongens, bedankt. En jullie zijn er niet van af. Dat vertellen op de radio is afschuwelijk. En ik zei ook maar wat. Jullie zijn er nog niet van me af. Maar ze voelden dat helemaal niet. Ik zat er wel te knijpen. Hij zei ook tegen mij van, ja, ik snap heus wel als je bij me weg wil. En ik kan dit ook alleen. Je hoeft niet mee naar het ziekenhuis. We gingen eigenlijk van het ene uiterste naar het andere uiterste. Het andere moment viel hij dan huilend in mijn armen. Zei hij, maar ik heb jou nodig, want ik kan dit niet zonder jou. Dus dat was heel, heel zwaar. Je wordt dus doorgestuurd en er zijn een aantal mogelijkheden. Nou, die hebben we onderzocht. En een van de namen was ene dokter Tuinman. En ik heb me laten doorsturen. En dan gaat het heel rap. Wat agressief en woest eruit. Ik
Ik had ook niet jaren de tijd. Meneer de Wild. Kom binnen. Hoe is het? Hoe is het? Goed. Neem plaats. Je kent de stoel. Ja. Nou, ja, je hebt een drukke ochtend gehad. Met allerlei onderzoeken. En niet voor niks. En die wilde ik met je doornemen. Ik begin al om te zeggen dat het er eigenlijk goed uitziet. Oh, nou, dat is ongelukkig. Ja. Alleen wij willen absolute 100% zekerheid. Dus we hebben hier gekeken in een klein plekje. Dan zie je hier een hechting zitten. Dat glanzende. Mm-hmm. En dat holtertje, dat moet gewoon dicht. Moet perfect genezen zijn. En ik stel voor dat we toch nog heel even de tijd nemen voor dat laatste beetje. Ja. Okay. En dan stel ik voor een maand. Haastig spoed hier is niet goed. Nee. Hier? Nou. Oh. Dat was een lange zit. Lange licht, ja. Dat ging wel goed. Gaatje dicht? Gaatje niet helemaal dicht. Oh. Ja. Oh, dan ging het eigenlijk niet goed, toch? Nou, jawel. Het van zeg maar zo naar zo naar zo. Maar maar wel een tegenvaller. Weet je wel. Ze is stoer te doen. Nee, ik zeg maar niet stoer te doen. Nee, ik vind het wel lastig. Ja. Al die weken tussen ingreep 1 en de kennismaking met Julian heb ik al me voorbereid op wat me te wachten zou staan. En het was een hel. Hij zat echt in zijn maag met die stoma. Hij vond dat echt heel moeilijk om dat te accepteren. En ik denk dat hij liever dat gesprek alleen wilde voeren, zodat hij ook alle vragen die hij had ongegeneerd en vrij kon stellen aan dokter Tuinman. Dus ik gaf hem ook die ruimte, want ik vond het ook belangrijk dat hij zich daar gewoon goed bij voelde. De setting is als volgt. Dan zie je daar de chirurg zitten. En daarnaast de verpleegkundige specialist. Die dus alles weet van na wat er daarna staat te wachten. En ik dacht, daarna? Ik weet toch wat me daarna staat te wachten? Nee, dat weet je helemaal niet. Er zijn opties. En toen dacht ik echt, opties? En die bleven even galmen. Ik schoot overigens wel direct vol. Want ik dacht, opties? Dus ja, ik kan niks beloven, maar er zijn wel opties. Toen hij bij me kwam, was het totaal weghalen van de anus en het creëren van een stoma was zeker een van de mogelijkheden. Maar ik zag ook nog een mogelijkheid om wel de kringspier te behouden en hem een aansluiting te geven. Ik zou het nooit vergeten, pakte hij een papiertje uit die printer en een pen en toen ging hij tekenen. Zeg, wacht even. Drie opties, dan ging hij met me doornemen. Toen zei hij, ik ga altijd voor het scenario geen stoma. Hoe dan ook. En zeker in de endeldarm, vlak in het lage bekken, hebben we heel veel onderzoek en innovaties. En zijn er meerdere mogelijkheden voor behandeling. Maar deze mogelijkheid had wel veel meer risico's. Namelijk, je hebt het risico dat die naad moeilijk geneest of zelfs niet geneest en dan toch met een stoma eindigt. En je hebt ook risico's op lange termijn. Zodanig dat je misschien incontinent wordt of heel veel naar het toilet moet. En ik vond het bijna science fiction. Omdat ik thuis kwam met een verhaal dat ik dacht van, ik weet zeker dat ik een stoma krijg. Tot, er zijn drie mogelijkheden. Ja. En toen moest ik voor de eerste keer toen brak ik, moest ik heel echt ontzettend huilen. Omdat ik dacht, wat? Van een soort alleen maar tegenvallen. Echt tegenslag na tegenslag. Was ineens hoop. En daar kreeg het woordje hoop een hele nieuwe dimensie. Je lover, lover, talk to me. We've both been here before.
takes a lot of time to see you need less to become more. Not this time. Jij was heel duidelijk van het wordt ons plan en er zijn drie mogelijkheden. Ik dacht echt, ik weet niet of hij nu achteruit praat of dat ik andere taal hoor. En van totale science fiction. Ik kwam ook thuis, ik zou nooit vergeten. Ik kwam met die tekening en toen zei ze, dit is toch fantastisch? En zei ja, ik weet het niet of het fantastisch is. En ik weet dat niet. En toen ging ik het zelf een beetje downgraden. Dacht ik, nee, maar dat zal wel niet. En zei, nee, het zal wel wel. Ik was eigenlijk meteen opgelucht. Want ik zei van, nee, liever, we krijgen andere opties nu, weet je wel. Het is helemaal niet zo'n zwart scenario. Er zijn misschien andere dingen ook mogelijk. Weet je, waarom kan je dat niet zien? Hij zei, nee, want het wordt toch gewoon een stoom. Ik heb het al lang geaccepteerd. Daar was hij vrij resoluut over, ja. Leven zonder stomen. Ik dacht, oké, slingers, vuurwerk, champagne. Maar tegelijkertijd wees hij me ook op de gevaren. Incontinent, impotent, een hele waslijst aan dingen die je zouden kunnen overkomen. Hij zei, ik zie het zitten. En nu jij nog. Je zei, het wordt een hele zware operatie. En dat kwam je iedere keer op terug. En iedere keer dacht ik, ja, zal hem meevallen. Nee, het wordt een hele zware operatie. Je gaat er ook even uit. Toen zei je, denk aan een sabbatical. Ja. En pas toen dacht ik, oké. Nou weet ik dat ik echt serieus kanker heb. Want dit is een gevecht. En zo voelde ik het wel. Zeker. Het is zeker een gevecht. En dat is het, maar dat is het soms voor de dokter ook. Oh ja? Zeker. Wat dan? Nou, dat is een verantwoordelijkheid. Ik neem jou mee in een avontuur. Ja. En het schip gaat van wal, maar moet ook weer in de haven komen. Nou ja, het is wel goed ook achteraf dat ik ook niet helemaal wist wat mij te wachten stond. Toen ik hem naar het ziekenhuis bracht, zag ik ook al vrolijke Ruud, weet je wel. Hij was al, hij had er wel vertrouwen in voor de eerste keer. En hij was nog niet zeker of hij niet wakker zou worden met een stoma, want dat was nog altijd wel een risico. Dat als tuinman op dat moment dacht van, nou ja, stoma is beter, omdat het nog gecompliceerder was dan het leek. Dus dat was nog wel de enige onzekerheid. Maar ik zag wel voor de eerste keer in het traject een man die vertrouwen had in een goede uitkomst, ja. Ik kwam om 7 uur met mijn tasje. En ik weet dat ik net voor 7 was. En OJ zette me voor de deur af. Ik zei, nou, tot straks. Ik ga haar zoen, dus rennen met mijn sporttas. En een uur later lag ik in de OK. Nou, het is een operatie die we natuurlijk vaker doen, maar het was een toch een moeilijke operatie, want er was veel littekengebied door zijn eerdere lokale operatie. En bij een man in het kleine bekken is altijd weinig ruimte en hebben we toch best veel moeite gedaan om die lage aansluiting te maken. Maar goed, die operatie is goed gegaan. En toen ik jou dus wakker zag worden, zag ik echt gewoon echt opeens een patiënt. Iemand die echt ziek was. Onze kwam elke dag 2 keer. Die kwam dan 's morgens. En dan bleef ze de hele dag. En dan ging ze heel even weg en dan kwam ze weer terug. Ja, op een gegeven moment. Dacht ik over, ja. Wat doe ik haar aan? Ik vond het wel een hele gezellige periode in het ziekenhuis. Weet je dat ik steeds bij jou in bed kroop en dat filmpjes ging kijken? En we hebben echt veel gelachen in het ziekenhuis, terwijl je wel heel veel pijn had. Weet je wat het raar is? In het ziekenhuis gebeurde ook wat. Wat er toen gebeurd is met ons in dat traject, is, dat kan ik moeilijk uitleggen. Ik heb daar heel lang over nagedacht, maar je kunt het best vergelijken met deze periode. Zegt veel meer dan elkaar het ja-woord geven of wat ook, echt waar. Dit is
Ja, dit is iets veel groters. Veel groters. Wat, dit moet je ook voelen. Ja, we zijn ook heel anders in het ziekenhuis geworden met elkaar. Maar hoe gaat het met jou? OK. OK, als in oké. Operatiekamer. Maar kom je net vandaan, schat? Stel je toch eens voor dat je net heel anders praat. Of Frans praat. Oei. Hoe is het met jou? Mij gaat het goed, lief dat je het vraagt. Ik heb nou hier in het ziekenhuis één ding geleerd. Toen? Ziek zijn ben je nooit alleen, jij bent ook ziek. Toen is het vrijdag. Oh ja, wauw. Vrijdag. Ja. Daar wordt op gedronken. Ik weet dat we super blij waren. Hij was uit de gevarenzone. Hij mocht naar huis. Zijn herstel ging goed. Zijn ontstekingswaarden waren allemaal gezakt. Dus hij werd ontslagen uit het ziekenhuis. Dus ik mocht Ruud mee naar huis nemen na 2 weken. Dat was al een bijzonder moment. Alleen, ik nam echt toch zo'n kwetsbare man mee. Hij was ook echt kilo's afgevallen in een hele korte tijd. Dus ik maakte me wel zorgen over hoe ik hem dan zou moeten gaan verzorgen. Want hij kon dat zelf niet. En dan ga je thuis verder aansterken. Daar moet je wel een aantal weken nog voor nemen. Maanden. Maar ja, gewoon, dan is die hele spannende grote ingreep achter de rug. Die eerste dag dat je thuis was, ja, ik was best wel in paniek, want je had natuurlijk ook niks onder controle. Overal waar je liep was een soort van spoor aan bloed en ontlasting. Je was eigenlijk incontinent. Overal waar die was, ik rook het gewoon echt van kilometers afstand. Het was echt een hele penetrante geur. Dat zei je ook steeds, ik word er gek van dat ik niet normaal kan ophouden en dat het zoveel pijn doet en dat ik zo bang ben om naar de toilet te gaan. Die angst vond ik wel moeilijk. Die vond ik ook heel naar, hoor. Dat gevoel. Ja. En toen stond ik de dag daarna onder de douche. En toen zag ik eens bloed. Heel veel bloed. Ik werd duizelig. Ik had ook helemaal geen kracht nog. Tenminste, weinig kracht. En ik riep Olcay, maar het idioot was, over science fiction gesproken, ze was aan het stofzuigen. En ik gillen. Dan hoorde ik keihard gegil boven. En toen dacht ik, weet je, ik rende naar boven en toen zag ik jou echt een enorme plas bloed staan. Ben ik even weggeraakt. En dat was voor mij de eerste keer in mijn leven dat ik 112 heb gebeld. Ja, ik weet er niks meer van. Gek. Nee, ja, ik ging bij de auto omdat je gewoon zoveel bloed verloor. En ik heb je nog wel op bed gelegd. En ik zag ook echt gewoon de kleur uit je gezicht lopen bijna. En je was helemaal grijs. En dat er opeens 15 mensen in je huis staan. Gewoon van brandweer tot ambulance. Dat was echt een slechte film. 10 minuten later lag ik in de ambulance. Nadat brandweer me uit huis had getakeld. Ja, we schrokken er allemaal van dat hij met een brandweer uit zijn huis is gehaald en hier op de eerste hulp kwam. Maar ook ik schrok daar natuurlijk van. Ik vond dat zwaar om jou te zien, want je was echt verslagen. Je dacht echt, dit gaat nooit meer goed komen. Er is geen eind aan dit verhaal. Ja. Hij is hier opgenomen in het ziekenhuis en we hebben meteen naar die naad gekeken. En die naad was helemaal goed op één plekje na. En dat heb ik behandeld. En natuurlijk wil je kiezen voor de meest veilige situatie. En dat betekent helaas een stoma. Weet je wat dat idioot is? Ik zie hem nog zitten, precies op die plek. Ik kan de stoel nog exact zo neerzetten naast het bed, hoe hij zat en hoe hij het vertelde. Hij baalde echt, jongen. Ik ging natuurlijk met lood in mijn schoenen naar Ruud toe om dit plan voor te stellen. Maar goed, hij had er ook vertrouwen in en heeft dat heel goed opgepakt. En samen gekozen voor een tijdelijk ileostoma, wat ik toen heb aangelegd.
dat waar ik zo bang voor was, die stoma, werd uiteindelijk voor mij een soort van oplossing voor het probleem. Ik was daar echt blij mee. Je kon weer naar buiten, je hoefde geen luier meer om. Er waren allemaal dingen waardoor je steeds zo angstig werd. Weet je, dat je niet geen controle had. Echt letterlijk toen je uit het ziekenhuis kwam met die stoma, dat is voor mij het moment geweest dat het lichter werd, dat de lucht kwam. Ik werd ook lichter, ja. Weet ik nog. Ja, ik dacht, de paniek was weg. Ja. Ja. En toen gingen we iedere dag wandelen. We begonnen met 1 kilometer, 2 kilometer, 3 kilometer. En op een gegeven moment hadden we soms 12 kilometer gelopen. Het was over de rotste periode, maar ook wel de mooiste periode tegelijkertijd. Ja. Well, it started out down a dirty road. Started out. Ga je wachten of ga je naar huis? Nee, ik ga wel op je wachten. Dat is lang hoor. Nou, volgens mij viel je eigenlijk dat de operatie zelf 1,5 uur duurt, dus dat valt wel mee. Je wordt eigenlijk wakker in recovery. En daar mocht ik je wakker maken de vorige keer. En toen ging je al heel slap lullen. Oh ja? Ja. Hey, patiënt. Goedemorgen. Ja. Zo, nou, grote dag vandaag. Goed weekend gehad? Ja, ik wel. Ik ben eerder benieuwd hoe het andersom is. Ik heb wel een goed weekend gehad. Oké, gelukkig. Dus ik ben helemaal klaar voor deze relatief kleine operatie. En nou, we hebben elkaar voor het weekend gesproken. Ja. We gaan eerst kijken. Ik denk dat alles goed is. Als het niet goed is, repareer ik het. Als het wel goed is, gaan we de stoma opheffen. Spannend. Top. Ik zie je zo op de operatiekamer. Tot zo. Ja. Dus inverterend op een pincet voor mij. Hallo. Hallo. Is hij weer? Ah. Lekker een beetje slaperig van de narcose. Zo. Ja, het is heel goed gegaan. Heb je dat al gehoord? Nee? En hij was helemaal blij. Hij kwam zo binnenstappen. Dus toen dacht ik, dit is goed nieuws. Maar het naad is helemaal dicht. Het is heel mooi dicht zelfs. Hij was heel trots op zijn eigen werk. Ja, terecht. Ja, en hij zei, het zag er zo goed uit. Dus hij heeft meteen je stoma afgekoppeld of zo. Ik weet niet hoe hij het noemde. Opheffen. Opgeheven, dat zei hij inderdaad. Dus je hebt geen stoma meer, meneer de Wild. Je hebt wel een wond daar. Wat gek. Wat? Zeg. Ja, ga zeg. Ik weet niet of het onder morfine ligt, maar je bent heel knap. Het is weer praatjes, hè? Op goed nieuws. Ja, nou ja, het goede nieuws ben je zelf, want je voelt je goed. En je hebt de darmen doen het weer, toch? Ja. Gisteren en nog steeds. Ja. De komende 10 dagen wordt gewoon een beetje rottig met die ontlasting en een beetje diarree-achtige toestanden.
Maar dat wordt beter. Oké. Okay. De zon gaat schijnen. Dankjewel. Oké, wel thuis. Dankjewel. Je mag naar huis. Het is alsof ik net heb gehoord dat ik de loterij heb gewonnen. Heb je toch ook? Nee, joh, nog veel meer dan dat. Als ik kijk, als ik een half jaar later was geweest, was het te laat geweest. Ja. Ik zie het wel als een soort van cadeau, de tweede kans. Ja. Ik ben niet elke dag meer bang, alleen ja, ik blijf onder controle. Dat heeft overigens ook een voordeel, want als er dan weer wat zit, zijn ze er snel bij. Maar ik ben wel alerter. Ik ben minder hypochonder, ik ben alerter geworden. Heb jij mijn leven gered? Nou ja. Ongemakkelijk, hè? Dat vind ik een hele ongemakkelijke vraag. Want als ik 6 maanden later was geweest, was het te laat. Ja. Nee, ik ben echt in ieder geval zo onwijs blij dat je mij gebeld hebt. En ik vind het echt eigenlijk een eer dat jij, terwijl je het eigenlijk best gênant vond, dat je mij gewoon gebeld hebt en dat je me vertrouwde. En, ik vind nog steeds geen makkelijk gesprek, hoor. Maar... Poep. Zelfs met mij? Ja. Hallo? Ja, kom eraan, hoor. Chauffeur die heeft er zin in. Goedendag. Mag ik een stuk buiten, denk je? Ja, mag ik klagen. Dat is iets waar ik vandaan kom. Dat mag je helemaal niet zeiken, natuurlijk. Dankjewel. Dankie. Een beetje een afsluitend hoofdstuk, denk ik, toch? Of niet? Ja, nou, ja, een beetje blijkbaar. Ja. Ja. Niet. De Wild in de Middag, NPO Radio 2, zoals ik al zei, vanaf een hele bijzondere plek. Een mooie... ook een gekke locatie voor mij. Afgelopen 9 maanden liep ik namelijk hier in en uit. We staan namelijk in het Amsterdam UMC, het vroegere VU Amsterdam. Maar je bent terug? Ik ben terug. En hoe? Julian, welkom. Hey. Ja. Nou ja, jongens, wat is dat nou? Ja, ik zie jullie een beetje kijken, want er komt een chirurg aanschuiven. En die kennen jullie natuurlijk niet, Evie en Gijs. Nee, ik zie de man voor het eerst. Nou, ja. Deze man is Julian Tuinman en dat is mijn chirurg. Die heeft jouw leven gered. Ja, zeker. Ja. Ja. Is het ongemakkelijk, dokter Tuinman? Ja, het is eventjes wennen voor mij. Ja. Maar leuk je te zien zo, je eerste werkdag. Je straalt. Ja, dat heb je wel eens anders meegemaakt. Dat. Ja. Oh. Wat je mij hebt bezorgd is niet alleen geen stoma, maar iets veel groters. Namelijk vertrouwen. En als er iemand op deze wereld de definitie van hoop echt heeft uitgelegd, dan ben jij dat. Julian Tuinman, dank je wel. Hij is terug. Terug zijn op de radio was even wennen. Qua van nul naar alles. Maar fantastisch. Maar je bent terug? Ik ben terug. En hoe? En hoe? Ja, de afgelopen 7 maanden hebben we je moeten missen. Ben jij weer de oude zoals 7 maanden geleden? Nee, ik ben erger geworden, heb ik thuis gehoord. Oeh. Dus, ja, dat is... Je kunt twee kanten opvallen. Of je wordt heel erg... Omdat we naar elkaar omkijken. KRO NCRV.